als ik niet oplet, dan... We hebben laatst gewoon van Normand houden en ze daar gehad. Zo zeker. En de handen van ze daar is een hoofd gekomen, ver met de meiden. En dat is echt zo... Ik ben Merem Hintjes, ben gediplomeerd hondenmasseur. Geef workshops, hondenworkshops. En ik kom ook bij de mensen persoonlijk toe als de hond niet mobiel genoeg is om naar mij toe te komen. Maar één op één basis gewoon ik eigenlijk altijd bij de mensen toe de massage geven. En in de lui instructies geven wie ze toe verder kunnen afhandelen. En overlopend niet kom ik dan terug en dan kijk ik... Of de technieken, of ze het goed doen en dan doe ik eventueel nog wat bijspijkeren. Tussen de reactie hier? Ja. Ja, dat is te doen. Dan reageert ze. Even kijken, hoe oud is ze? Ze wordt 14. 14. De massageworkshops geef ik aan honden eigenlijk die of niks markeren of die een lichamelijke probleem hebben of emotioneel een beetje in de war zijn. ADHD-honden. Ik kan de mensen technieken metgeven waardoor de hond een stuk rustiger met kent weren. Maar dan moeten de mensen wel zelf toe ook nog met aan de gang. Tijdens de workshops leer ik nu die technieken aan. Ik kijk ook persoonlijk naar elke hond wat ze nodig hebben. Ik heb een aantal ADHD-hondjes gehad en het resultaat is bij een aantal heel erg verbluffend goed terechtgekomen. Dus ze zijn een heel stuk rustiger. De vlakke hand, proberen het, als het kan het hele lichaam te pakken. Zachte strijkingen uitvuren, hand over hand. En als het geeft, een gedeelte van het lichaam met nullen. Lekker de spiertjes even opwarmen. Er zijn natuurlijk bepaalde methodes om te beginnen met massages. Dan hebben we de zachte strijkingen, dat is om de spieren wat op te warmen. Daarna geven we voor de lui het advies om het hoofd en de hals te beginnen. Om door alles een beetje ontspannen te maken. De kinderen de kaaklijnen, kinderen masseren, schedel aanzet masseren. Daaronder bevinden zich weer een hoop spieren, de nekspieren, die kent ze door middel van bepaalde massagetechnieken, kent ze die losmaken. Tussendoor wordt gewerkt continu met zachte strijking, zodat de hond ook weet dat er voortdurend contact is met de eigenaar. We hebben bepaalde huidrollen die we toepassen, met name op de spiergroepen, op de grote spiergroepen. Bepaalde druk geven op de heupen, op de schouderbladeren. Meestal bij wat oudere honden wat dieper ingaan op de massages van de achterhand. Dus de spiergroepen aan de achterbenen wat flinker masseren. De pootjes masseren, daar is ook een speciale techniek voor. Hondjes die hun pootjes niet willen laten aanraken, kan ik een methode geven waardoor we met warmte geven. En bepaalde technieken voor de spiergroepen te masseren, dat ze eraan gewend raken. En dan bij de dierenarts eventueel de nageltjes kunnen laten knippen. Of in ieder geval bij bepaalde lichamelijke klachten dat ze daar wat minder last van hebben. Tevens kunnen we stretchen en rekken, krijg de lui aanleren. Voor honden die nogal in de sport bezig zijn. Voordat ze beginnen, dat ze de hond leren stretchen en rekken. Dan zijn ze beter op dreef. En zeker ook na de sportbeoefening dat ze een cooling down hebben. Dat zijn eigenlijk de technieken die ik dan de lui aanleer. Ja, ze is nu inmiddels alweer 6, dus ja, dat is ook zo verwacht dat het... Nee, dat zei het niet. Maar zolang zich dit nu niet helemaal opzet, dan werkt dat ook beter. Als zich nu oplet, dan...